het om weer te gaan zingen met publiek erbij? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Het publiek is ook de drijfveer om te presteren en om te laten zien, jongens, de mensen vermaken. Dat is voor ons heel erg belangrijk, of niet, Rutger? Ja, ja, ik ben alleen maar blij dat we weer kunnen zingen en dat we gewoon weer mensen tegenover ons hebben. Ik zei het net tegen het publiek ook, dat je gewoon weer contact hebt. En dat het, ik denk dat elke artiest die in de kunst zit of wat ook doet, dat heb je gewoon nodig om ook echt gewoon iets fijns, moois en goeds neer te kunnen zetten. Want de reactie heb je gewoon nodig. Je had ze echt gemist. Ja, weet je, uiteindelijk ga je wel, zit je 3,5 maand, bijna 4 maanden, wel met elkaar dingen te bedenken. En ook voor het aankomende jaar en nu al voor kerst, want je denkt, ja, we moeten toch wat gaan doen. Maar dat is allemaal net niet, omdat er gewoon, je hebt gewoon geen mensen. Nee. Hebben jullie tijd gehad om leuke nieuwe dingen in te studeren? Ja, zeker. Ja, we hebben nu zojuist wat nieuwe nummers te horen gebracht. En we gaan straks in de volgende blokjes die we nog hebben, gaan we nog weer andere liederen zingen. Ook een beetje uit onze comfortzone. Dus normaal is toch wel klassiek musical en de show een beetje onze ding. Maar we gaan ook over op toch wel wat Duitse nummers. Voor ons ook spannend. Dus ik weet ook niet hoe die valt. Maar dat gaan we straks allemaal meemaken. Dus, ja. De mensen genieten ondertussen van een lekker hapje eten. Hoe is dat om te zingen terwijl iedereen lekker aan tafel zit? Ik krijg er wel honger van. Nee, nee hoor, maar dat is prima. En, weet je, je ziet dat mensen genieten en dat ze gewoon een wijntje en een biertje en eten hebben. En ik denk dat op dit moment het belangrijkste is, waar je ook bent. En of dat vandaag hier bij restaurant Evers is of ergens anders, het maakt niet uit. Dat mensen gewoon weer de gezelligheid hebben van elkaar. Want ik denk dat we dat met z'n allen gewoon de afgelopen maanden echt hebben gemist. Fantastisch. Het is te laat. Het is voorbij. Het belangrijkste is dat we de komende maanden en hopelijk nu door kunnen gaan met de versoepelingen. En dat we op die manier gewoon weer ruimte krijgen. En dat iedereen ruimte krijgt. En dan denk ik dat we in december heel erg blij zijn als we met elkaar kerstconcerten kunnen gaan doen. Ja, en dat is eigenlijk ons voor Metanje, voor mij. We hebben natuurlijk daarnaast wel andere zaken lopen. Maar dat is voor Haaksbergen en voor ons twee is dat wel echt het speerpunt. En we zijn er zo aan, want het is inmiddels al juli. Ja. Goed zo. Het begin is er weer, hè? Ja. Succes voor straks. Dankjewel. Heel erg bedankt, hoor. Dankjewel.